nu, 2 jaar, 3 jaar later, dat ik eindelijk mijn eigen huisje heb, ben ik daar nog steeds van aan het bijkomen om even weer tot mezelf te kunnen komen en alles te verwerken wat er eigenlijk in de eerste 4 jaar van het leven van mijn dochter is gebeurd. Ik ben Sandra Hofstra, ik woon in Purmerend en ik ben bijna 52 jaar. Ik ben Melanie Hofstra, dochter van Sandra, 27 jaar en ik woon nu in Oost-Knollendam. Ik heb hier gewoond vanaf de geboorte van mijn dochter totdat zij bijna 4 jaar was. Op het moment dat ik erachter kwam dat ik zwanger was, meteen ingeschreven en eigenlijk vanaf dat moment alleen maar wezen zoeken op elke woning waar ik redelijk hoog stond op gereageerd. Maar totaal geen succes. Je belandt in een situatie en je zegt niet tegen je kind van bekijk het maar. Ja, dus, en het is schouders eronder en ja, gaan met die banaan. En, verstand op nul. Verstand doorgaan. Op nul en doorgaan, doorgaan en doorgaan. Maar in de loop der tijd merk je gewoon van ja, dit is gewoon eigenlijk inderdaad onhoudbaar. En er moet iets gaan veranderen. Maar ja, wat? Heel erg gespannen sfeer. Mijn moeder die ziek was en niet meer de energie ervoor had om nog zelf wat te kunnen doen. Ik ging er zelf heel erg aan onderdoor. Ja, ik heb uiteindelijk een huis gevonden in Oost-Knollendam. Waar ik nu zelf woonde is dus geen school. Dus ik wijk al uit naar Purmerend voor een basisschool. Landelijk hebben we echt een woningnood. En dat is best wel heel erg frustrerend. En in de jaren 80 hadden we natuurlijk Jan Schaefer, die zei in gelul kan je niet wonen. En in de tussentijd blijven we nog steeds praten en zijn er nog steeds geen oplossingen. En er moet echt wat gaan gebeuren hieraan, want dit is onhoudbaar.